Bij college tours spelen de vragen van studenten natuurlijk een hele grote rol. Um, in de voorbereiding neem ik aan, hoe, hoe zit dat? Hoe ga je daarmee om in je draaiboek? Nou, we proberen alles te lezen en te bekijken en te beluisteren uh, van de gast die er is. Um, en dat, dat levert af en toe hele verrassende dingen op. Dus om je een voorbeeld te geven, je zag net een mini-fragmentje van Linda de Mol. En we interviewden haar in een periode dat zij een nieuwe film had gemaakt. Uh, Gooise Vrouwen, de film. En die was totaal afgekraakt door een recensent in NRC Handelsblad. Een belachelijke film en echt voor domboos. Voor dat kun je nu niet meer opschrijven. Maar een film, het was zoiets, een film voor uh, domme meisjes met blonde haren. Een beetje Linda de Mol zelf. Dat was de suggestie. En uh, ik vroeg en we hadden een filmpje gemaakt, want we doen ook altijd filmpjes dan met een televisierecensent die jaren ook niet goed vond. En zij zag dat filmpje en ze was beledigd. Ze zei van ja, bij deze gast kan ik het gewoon nooit goed doen. Maar hij is vervelend. Maar die NRC-journalist die die recensie heeft geschreven over die film. Dat is echt niet te geloven. En dat je die film slecht vindt, dat is één ding. Maar dat je de mensen die die film leuk vinden bestempelt als dom en blond. Dat is gewoon een totale belediging van de mensen die mijn werk leuk vinden. En zij zat waar jij nu zit. En uh, ik vond het fascinerend wat ze vertelde. Ze was echt kwaad, zoals je haar nooit ziet. En uh, toen zei ze van, maar het leuke was, er was een, uh, een studenten aan de VU en die heeft een brief geschreven naar NRC. En die heeft geschreven, ik vond die film tof en hartstikke leuk. En ik vond het een belediging dat ik zo werd geadresseerd door die recensent in de krant. Nou, zei ze, dat vond ik zo fantastisch om te lezen dat die recensent op zijn nummer werd gezet. En toen keek ik achter haar en toen zat er een meisje met blond haar en een beetje flapperhoren. Dat heeft Linda de Mol ook. En die zat ze op de stoel van uh, te glunderen. En ik zei: Ben jij de schrijfster van die brief? En toen zei ze: Ja, dat ben ik. Is dat dan de kracht van de brief? Maar wacht het college? even, we zijn er nog ja. niet. Dat is het moment uh, van voorbereiding. Want natuurlijk wist ik dat dat gebeurd was. En dat zij woedend was hierover. En ik wist ook van de brief. Maar ik had dat moment gemist als ik me niet voorbereid had. En de recensies niet had gelezen. En niet had geweten dat die brief er was. En daarom uh, zag ik het. En wat er dan gebeurt, je moet die uitzending terugzien. Dat is echt te gek. Want zij draait zich om Linda de mol en zij ziet daar dat meisje zitten. En die leek heel erg op haar, ook fysiek. Het was een geweldig moment. En dat kan alleen door uh, perfecte voorbereiding van de redactie van iedereen. Ja, anders had je het misschien inderdaad gemist. Dus ja. Dat is, ja, belangrijk. Bedankt voor het kijken. Vond je dit nou een leuke video? Vergeet dan niet te liken en abonneren. Vond je het niet leuk? Doe het dan ook. En voor de hele video, kijk in de beschrijving.